zal niet de eerste keer geweest zijn dat er daar eentje blijft insteken in zijn pedaal. Chanel. Chanel, maar ook Klaas van Thorn had met machtige haal hier een eerste keer over de streep. Dan die bocht, een brede bocht naar rechts. En dan trekken we zo meteen naar de ijsvlakte. Al zal daar al een klein beetje pap op liggen, hè. Allemaal goed, maar wat gaat er zo meteen op die ijsstroken gebeuren? We gaan nu zo dadelijk aan het technische gedeelte van het parcours beginnen. Hier gaan we de Stibar heel op. Het is op vraag van Zdenek dat dit hier klaargelegd is. De eerste keer met een rotvaart, hè? Goed, allemaal er netjes overheen. Weinig verschillen, maar dan zeer haaks die bocht, 360 graden, en dan het tempo er helemaal uit. Met Nijs en Van Thornhout uitstekend weg. Daar nogal een beetje abs op werk, hè? Ja, chic, chic gedaan van de Belgen. Dus ze zijn er bijna allemaal doorgekomen. Dus Welles moet nog terugkeren natuurlijk, maar de Belgen, ja, als je het nog moest herbekijken, dus niet te geloven dat zij daar toch allemaal aan ontsnappen. Hier stond er wel eentje te voet, een Belg, bovenop de berg. En daar ziet u hoe diep die voorgetrokken zijn, en die zijn er ook nog eens diep gevroren. Niet voor de hand liggen te Renaat. Nee, en op naar de volgende hindernis, een bergje, en dan gaan we opwekken naar de trappen. Maar het is een check natuurlijk op dit moment aan de leiding. En het is de thuisfavoriet. Natuurlijk voor Van Thornhout, dan Nijs, dan Chanel, dan zien we Arnolds, dan zien we de Knecht. En dan zoeken we de andere Belgen. Zien we Albert in pakweg, zevende, achtste positie. Welles hier ook. Hebben we alle Belgen zien voorbij komen. Wie is de achtergebleven Belg? Wel, ik denk dat ze allemaal al lang voorbij zijn, hoor. Vervekke, 20ste, dat is de man die zijn start het meest gemist heeft. En ook Welles, ja, die was pas 22ste. Hier gaat hij, Zdenek, Stibar. En dan heel lastig die korte bocht. Trippelpasjes naar boven en dan onmiddellijk naar de achtertreden. De eerste trap. En dan nog een goed eind doorlopen. Een goede 10 tot zelfs 20 meter alvorens op te springen. En kijk hoe ver je daar al zit. Daar is, ja, Bart Welles en daar Vervekke. Ja, dat is waar. Dus en het is nu al Stibar die dat er serieus aan trekt. Hè. Dus zelfs op die trap, het is amper 8. Hoog, maar hij loopt daar dus weg, hè. Mee. Geen schrik, met andere woorden, Stibar, voor de lange inspanning. Geef hem alsjeblieft geen gat, blijf aan dat wiel plakken. Klaas van... Soms zegt een beeld meer dan woorden, jongens. Oh, is genoeg. Wat ons betreft, Renaat. Weet je, een tip, zoek zijn zus, Aneta. Die spreekt Engels en is ook nog mooi. Want model geweest. Hier komt Sterke Klaas. Ja, en Pina is terug bij Nijs. Hier komt Sterke Klaas van Thornhout uit Thorhout. Op 20 seconden. Is er weer een seconde of 7, 8 vanaf gedaan. Ja, maar als de bel begint te rammelen, dan denk ik dat Stibar... Bijna gedaan, Paul. Ja. De eerste twee plaatsen liggen vast, maar wat er nu nog met Nijs gebeurde, dat is toch weer een raadsel. Hebben we niet in beeld gekregen. Maar het is wel efficiënt geweest. Daar is iets gebeurd. En hoe efficiënt gaat deze jongen in de negende en laatste ronde van die tweede kampioenschap nog altijd de keer? Oh my. Waar is dat nog voor nodig, Stibar? Je bent onder de indruk, hè, Paul? Oh my. We gaan hem natuurlijk veel zien, deze Stibar. Dus maar laat je die Bina volgende week naar Lille afzakken. Hij gaat nauwelijks bij de 30 eerste geraken. En dan is dat toch wel een klein beetje frustrerend in het geval van Nijs. Kan ruimschoots de tijd nemen om zijn vaste supporters uit te zoeken en te groeten. Nog een keertje die broeg. En dan het veld overschalen. De koning heerst voor eigen volk. Hij kan Stibar. Hoe zou je zelf zijn in een week de wereldbeker winnen en wereldkampioen worden? Nou, wat wil je meer, hè? Maar knap van de Tsjechen dat ze dit allemaal voor elkaar krijgen. Ze hebben hun eigen renners hier ook nog het kampioenschap van Tsjechië laten rijden. Dat is echt wel met uw werk bezig zijn. En die andere Tsjechen, Bina en Zlamalik, die hebben hier in deze wedstrijd geïnvesteerd. En dat doen wij een beetje te weinig. We willen zoveel. En de Gazette van Antwerpen, en de Superprestige, en de wereldbeker. En aan het eind komen er andere pieken die wat rustiger met de dingen omgegaan zijn. Daar komt hij, dames en heren. Allee, met z'n allen naar Stribro. Salami in de bomen en bier in de fontein. Stibar heeft hier gedaan wat hij wilde. Hij heeft de tegenstand overklast. De topfavoriet is wereldkampioen.